Het verschil is, is dat je in Nederland zit bij de top 20%. Ga je naar Dubai, zit je weer in de onderste 20%. Ik zag er zo uit. Zo was ik toen. En toen ik weg was, kon ik daar afstand van nemen. En zie ik dat niet meer als een realiteit, maar zie ik dat gewoon als een vorm van leven. En ik, er zit ook wel weer kracht. Ik ken ook mensen die gewoon altijd zeggen, yo, nee, fuck jou. Jij hebt het verneukt en ik ben daar klaar mee. Donder maar lekker op. Dat zijn we allemaal gaan leven. Dus nu moeten we eigenlijk als het ware helemaal naar de andere kant uitslaan. Want ze zoeken gewoon zoveel mogelijk pijn op. En dan balanceert het zichzelf wel uit. Welkom bij de negentigste aflevering van de Lotgenoten-podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert. Ik ben creatief marketeer, ondernemer en host van de Lotgenoten-podcast. Tegenover mij zit Koen Stam. Ja, ja. Ondernemer, focuscoach. De beste focuscoach die ik ken. Wow. En mijn liefdalige co-host van de Lotgenoten. podcast. Ah, thanks man. Hey, thanks, man. Leuk, leuk om hier te zijn weer. Hey, uh, Koen, het is vandaag 24 december. Voor iedereen die dit luistert, is het 3 januari. Gok ik zo. Volgens mij is dat dinsdag. Want we hebben natuurlijk altijd dat we twee weken vooruit werken. Dus dit is de nieuwjaarsaflevering van de Lotgenoten Podcast. Ja, 90ste hey, ja. aflevering. Ja, ja, ja. En wij nemen het op tijdens kerst. Juist. Het nieuwe jaar is begonnen. Um, en, uh, dus we moet het, wij moeten het dubbel vieren. Juist. Ja, trek die maar gewoon gelijk open. Ik weet niet waar je het in gaat doen, want mijn glas is nog vol met water. Maar. Allereerst, even, ja, voor iedereen. Want Drink je water op. Welkom terug. Leuk dat je er weer bent. Hi. Fijn dat je weer luistert. Kijk naar onze mooie kopies. Luister naar onze mooie kopies. Even een paar huishoudelijke mededelingen uh, vooraf. Als je dit kijkt via YouTube, abonneer dan even. We gaan super hard met de abonnees. We zitten volgens mij nu op 1100. Uh, ja, we blijven daar gewoon lekker doorgroeien. Hoe meer mensen erbij zijn, hoe leuker. Uiteraard. Dus. Uh, alle nieuwe subscribers, welkom. Uh, ben je nog niet gesubscribed, klik even op dat knopje. Verder, ook iets heel leuks. Op Spotify kan je vanaf nu um, sterren geven aan een podcast. Dus als je dat zou willen doen, laat even een rating achter met het aantal sterren dat je waard vindt. Het liefst vijf, vier is ook goed. Eén mag ook. Als je één doet, maak dan even een screenshot. DM het ons en vertel ons ook even waarom je die één doet. Dan uh, kunnen wij er weer van leren, kunnen we het beter maken. En hopelijk kunnen we dan uiteindelijk ook die vijf sterren gewoon verdienen. Um, Apple Podcast kan je al langer sterren geven. Kan je ook een reviewtje schrijven. Dat is al lang niet meer gebeurd, omdat er ook niet heel veel mensen volgens mij op Apple Podcast luisteren. Maar als jij nou. Mm. Freek! Ik weet dat je aan het luisteren <laughs> bent op Apple Podcast. Die ene vreek. Kom op, man. Freek. Uit Lutjebroek. Als jij dit nou luistert en je denkt: hé, hey, ik ben Freek uit Lutjebroek. Wat heeft jij dat moeilijk goed gegokt. Laat even die vijf sterren achter. Vertel ons even wat er goed ging deze week. En ja, dat zou ik gewoon leuk vinden. En als je niet Freek heet en niet het Lutjebroek broek komt, doe het ook gewoon even. Ja, gezellig, man. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Wat hadden we nou nog meer? Wat voor, ja, ik wat ben bezig nou met is, de website bouwen. Ga ik volgende week mee aan de slag. Dus als het goed is. Oh, dan hebben we gelijk. Voor oe. iedereen die dit nu wacht, luistert. Wacht, wacht, wacht. Nog één ding daarvoor. Dan, dan komt dat. We hebben hieronder, in de beschrijving, een link. Naar onze exclusieve telegramgroep. Dat klopt. Waar jou en ik allemaal leuke spraakmemo's insturen. Ja, daar probeerden we. Om de dag probeer ik daar wel een spraak, voice memo. Een soort van mini-podcast van vijf ah, minuutjes. Gewoon, gewoon eventjes Een mini-podcast. Ja, ja maar vorige keer heb ik echt vijf minuten. Oh, kijk, kijk, het gaat op, kijk. wel echt baggen, man. Ja, maar ik liep buiten toch? Maar ja, ik dacht fokken. Ja, ja. uh, maar niet, uh, uh, ik maar heb kijk, super leuk gesprek hey, gehad. Hey. Dit is Carlo Lid man. Er zitten nu 18 mensen in. Het verdubbeld is... alweer. En dat is omdat we het echt. Achteraan, volgens mij helemaal aan het eind van de podcast. Tussen neus en lippen door, volgens mij genoemd hebben vorige week. Ja. Dus uh, wees die early adapter. Early adapter. Nu zeggen we het helemaal aan het begin van de podcast. In de stories delen we het nog niet. Dat komt misschien uh, later. Dus dit is echt voor de oplettende lotgenoten. Dus iedereen die er nu al in zit, weten we. Zou naar zijn. Maar dit is leuk om te zien. Kijk, hier, kunnen, hier heb je bijvoorbeeld een vraag van Roy. Welke ondernemersboeken vinden jullie het meest inspirerend? Hij heeft nu Master Your Mindset gelezen en hij is nu bezig met Think and Grow Rich. En hij vraagt dus tips van, hey, hebben jullie leuke boeken? Nou, hier zie ik al allemaal leuke reacties van mensen. Um, The Secret, Rich Dead, Poor Dead. Um, even kijken. En uh, je had ook Harid. Ik heb even een gesprek gehad met Harid, dus zo naar jou, jongen. Um, maar wel leuk man. Want zo ja, leren we onze eigenlijk. lotgenoten ook wat persoonlijke kennen. Exact, exact. En we gaan natuurlijk allemaal, uh, straks gaan we ook regelmatige QA's geven. Uh, gewoon de optie om met elkaar gewoon te kunnen praten uh, over het ondernemen. Ja. Te gaan groeien. Mentaal, fysiek en uh, op je bankrekening. Ja, ik vind het leuk, man. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Tof dat, is dat, dat hè? Het is, ja, het is eigenlijk ook raar, of raar maar het soort van: Dit is wel iets wat we echt al lang hadden kunnen doen. Maar ik denk ja. dat het nu goed is. Maar nu is het goed. Kijk, nu het, het zou gewoon super leuk zijn als we uh, voor het eind van januari gewoon 100 lotgenoten in de lotgenoten Telegram hebben. Hoeveel? Voor het eind van januari. Voor het eind van januari. Dat moet makkelijk te doen zijn, want we hebben het nu totaal niet gepromoot en we zitten al op 20. Dus ja. ja dat is best wel snel dus, ook, dus dat is ook wel even een goede voor nu, want ik ben dat nu. Laten we hem gewoon op 100 even dichtgooien. Dan gaan we met die 100 even echt een pilot draaien. Want we gaan daar ook vaker links in delen dat we Q&A's gaan doen. Eens in de twee, drie weken. Dat we gewoon even een uurtje gaan zitten. Jullie al jullie vragen kunnen stellen. Mm -hmm. Verder, zoals ik zei, zullen er wat kleinere podcasts als het ware gedropt worden. Waar wij gewoon... Tussen de 1 en 10 minuten praten in een voice memo vorm. waarin we gewoon wat we die dag hebben beseft. of waar we jullie mee kunnen helpen. Um, verder kun je zelf vragen stellen aan alle. lotgenoten. Dus het is wel echt een waardevolle groep. Als jij nou. kreeg je vaak de vraag. hoe kan ik netwerken? Onderdeel worden van deze groep. is denk ik een hele goede manier om te netwerken. Het kost ook verder geen geld. Maar we gaan hem dus even. optoppen. We gaan even stoppen met mensen toelaten vanaf de 100. We zitten nu op 20. Dus. Uh, Maximaal 100 man. Juist. Voor de rest uh, dan komt de limiet op. Ja, dan, en dan gaan we gaan gewoon even. Nee, precies. Dan gaan we even kijken van oké, okay, hoe gaat dit nu? We willen het nog goed kunnen managen, zeg maar. En 100 mensen die tegelijk chatten sturen en zo moeten even kijken of dat goed gaat. En moeten even kijken natuurlijk. Kijk, mensen kunnen zich wel aanmelden, maar ben je actief in de groep? Dat is ja, ook dat iets. ook. Uiteindelijk wordt je er ja. natuurlijk ook uitgedonden als je niet actief. Kijk, bent. voor ons is het belangrijk dat we, uh, we willen 100 lotgenoten om ons heen bouwen. Ja, die ook aan zichzelf bouwen. Exact, exact. Dat is belangrijk. Echt een groep. Ja, en wat man. het belangrijkste wat ik eigenlijk ook vind, uh, besef ik nu, dit is ook weer zo'n heerlijk Jaro, Jaro en Koen ding, dit gebeurt gewoon on the fly. We bedenken dit zeg maar als het ware nu met jullie. <laughs> Leuk, <laughs> Want man. Koen zegt gewoon tegen mij, hé hey, je zit in de Telegram groep. Ik zeg, oh shit <laughs> Ja man. Hij zegt, ik zit er al in. Volgens mij niet. Ik zeg, ja je zit er gewoon in bro. Man. Maar um, nee, ja, wat ik het belangrijkste vind, je hoeft niet per se. Kijk, je hoeft niet elke dag in die chat heel actief de hele dag door te chatten, want je moet ook focussen op je business bouwen en daarmee bezig zijn. Maar ik vind het vooral belangrijk dat je waarde deelt. Dus dat je niet zo iemand bent die alleen maar meeleest en alle de golden nuggets eruit en dat soort. van, En verder nooit bijdraagt. We gaan wat doen en dat is heel erg simpel. We gaan uh, de progressie bij elkaar ook wat meer stimuleren. Mhm. Mm door elke week te kijken van oké okay, wat ga je doen wat heb je gedaan hoe is het gegaan wat ga je weer anders doen ja en wat leuke challenges en zo er ook in ja doen, man poepboek ik vind poepboek nog steeds een van de poep leuke poepboek 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 <laughs> poepboek dat is poepboek <laughs> poep dat is een challenge die we nog gaan doen poepboek challenge dat is oh, in okay. plaats van als je gaat poepen dan ga je vaak met je telly en dan ga je op je telefoon zitten ja, altijd, jij, je maar ik heb dat niet, man. Poepen, ik moet even ik even focussen je je... poepen focussen op <laughs> Veel mensen doen dat wel. <laughs> Focuscoach toch? Telefoon dus mee, moet je ja, dan... ja, precies. Gaan ze een telefoon meenemen en dan gaan ze op de telly zitten. Ja, dus ja, ja, ja. Challenge is dan van als je gaat poepen, neem een boek mee en uh, maak even een pik Dat je het leest op het toilet. Zo kun je makkelijk 10, 20 <laughs> pagina's extra lezen op een dag. Ja, 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 dat is wel zo. Als je altijd een boek bij je zou hebben, Dat is wel voordeel van een e idee, pa. Want ik uh, wil wel echt. Uh, ik heb even gekeken, ik kan ze al vanaf 80 of 90 euro halen die kinder Oasis, man. Twee barkie, ja. maar dan heb je een gekke reader. Ja, maar wat is het verschil? Weet ik veel, gewoon. Hij is cool. Ja, daarom. Dat ook met Remarkable. Toen las ik op een gegeven moment... Uh, zeg, mensen, Ja, betaal geen 1000 euro. Ik kan ook gewoon zo'n Apple uh, iPad halen en een ja, pen. Maar... En dat is ook hetzelfde. Nou, het is wel anders. Het is geen e-papier. Een Apple is gewoon echt een beeldscherm, niet e-papier. Een e-papier is wel echt way different, man. Ja. Ja. Maar hij is dat 600 euro waard, zeg maar. Snap je? Ja, dat weet ik niet. Ja, daarom, ik, weet het, ik heb de video ook niet gekeken. Ik dacht van ja, mij boeit het te weinig om naar te kijken. Ik ga het maar niet remarkable <laughs> kopen. Het kan mij geen reet schelen. Hoe leuk is het eigenlijk dat je heel vaak iets van een video ziet, gewoon alleen de titel of zo. En dan denk je wel interessant. Maar nee, daar ga ik nu niet naar kijken. Bro, sommige dingen wil ik ook niet overtuigd worden. Zeg maar van, je weet toch het zo vast dat er nog Robben een betere. Ook, of, drinken, of Ja, smoking, nee, maar ook. Uh, zeg maar sommige, sommige mensen. En wist je dat eigenlijk als je kijkt naar de specificaties van een uh, Samsung. dat er veel meer dingen mogelijk zijn dan de iPhone? En namelijk, als je kijkt naar de camera-eisen, kan het jij veel beter denken: bro, boy, Ik ben gewoon fully Apple sled. Ik vind die brand gewoon hard. Als die hele iPhone kut. Het is ook een kut-telefoon. Maar ja, Samsung is ook zo. kut. Nee, ik vind hem wel mooi, man. Bro, Apple. Hij is mooi. Hij ziet er mooi uit. En het is toch wel een bepaalde status, toch? Op een bepaalde manier. Ik heb er wel veel voor moeten betalen, ja, als je dat bedoelt. Ja, ja precies. Maar ik bedoel meer voor, voor Samsung. Het enige wat echt positief is met Android is, je hoeft niet zo fucking veel geld te betalen met allemaal abonnementen voor een, voor een simpele app. Dat klopt. Dat is, dat is het enige. Maar hoe bedoel je voor een simpele app? Um, als ik een goede slaapapp wil hebben, dan had ik op mijn Android gewoon een app die alles bijhield. Weet je hoe dat komt? En op uh, Android niet. Voor Android moest ik ook bijvoorbeeld voor, uh, voor mensen die nog studeren. Dan heb je Anki, dat, uh, een soort van flashcards. Op Android gratis. Op uh, Apple 20, 30 euro. Weet je dat, dat komt? Omdat je dus op Android <coughs> veel makkelijker apps erop kan zetten, man. Een app op Android uploaden is heel eenvoudig. Zeg maar daar zijn heel weinig eisen aan en volgens mij is het nagenoeg gratis. En op Apple moet je volgens mij best wel snel dingen betalen, percentages afstaan. De, de toelating is veel moeilijker en zo. Mm. Dus het is. Exclusiever, dat is ook wat Apple is. Het is gewoon exclusiever. Ja. Ik kan niet alles zomaar erop tonnen. Nee man, en op, op Android is dat veel meer. Ja, het is wel zo dat de meeste apps wel gemaakt zijn voor Apple. Terecht. De meeste mensen gebruiken Apple. Als ik nee, kijk naar ja. advertising is het ook zo. Dat uh, volgens mij meer dan de helft van de mensen is, is iOS man. Daar geloof ik jou gewoon in, want je hebt natuurlijk die data gezien. Maar volgens mij valt dat wij nog wel mee, man. Ja, maar ik ga Azië niet meetellen, Ondertussen gaat Jarod ja, even goed. opzoeken. Ga ik een um, heerlijk... Oeh, hoor die plop? Die was goed, hoor. Heerlijk. Ja, die was goed. Die moet je even dicht bij de, bij de mic ah, doen. Oh, en niet te ge... vergeten. <mach disappe mach> hey Hoe worden die druppels <mach>. nog dan? <mach> <daar>? <mach> Wat deze is lekker, pik. Moeten ze ruiken. Maar alleen ruiken. Ik wil er beide gewoon een sipje al gelijk van nemen. Maar hij heeft iets um... zoetigs of zo, hè? Ja, maar hij is niet, het is niet per se. Het is zeg maar een beetje leerachtig, als het ware. Leertonen of zo komen er wel gewoon. We gaan, dit is weer mooi. Dit hebben we al lang niet meer gedaan. Dat we met z'n tweeën gaan zitten ruiken aan een fles whisky. En dan vijf minuten lang doen alsof we enig idee hebben <laughs> wat we het hebben. Het ruikt een <laughs> beetje naar leer. Leertonen. Mm. Het is, uh, is wel licht. Hij is wel donker, man. Hij is wel donker toch? Donkerder dan die hij andere. Hij is donkerder. Ja, ik denk wat meer kaneelachtig. Hè? Een beetje <laughs> houtig. Ja. Komt echt uit de natuur. Natuur. Oké, okay, <laughs> gooi die uh, maar uit man. Oh ja, ik zet hem wel zachter op een gegeven moment. Ja, ja, ja klik maar gewoon uit, man. Dat is weer veel editwerk toch? <laughs> <laughs> maar deze is wel leuk. Ja, is goed. Doe, ja, man. het is gewoon wat rustiger. Ja, ik vind het helemaal prima. Goh, zo. Ja, jongen. Proost. Op een uh, fijne feestdagen. Uh, Alvast een gelukkig nieuwjaar voor iedereen die dit kijkt. Nog een gelukkig nieuwjaar. Beste wensen. Beste wensen, fijne feestdagen. Hopelijk het hebben jullie Hebben jullie in de Q4 keihard gewerkt? Vervolgens jezelf helemaal de cholera ingewerkt uh, op 31 december. Ja. En het grootste feest gehouden van het hele jaar. Precies. Ook heel erg belangrijk. in deze natuurlijk, depressieve, dat mag natuurlijk donkere wintertijden. Winter maar hopelijk hebben jullie dat wel gedaan met maximaal vier mensen. <laughs> Volgens de, mensen, ik, Volgens de regels keer 6. Volgens de regels, houden. ja, Ik heb het idee dat niemand zegt: Ik heb het idee dat niemand echt wat de regels zou Maar wij leven in een bubbel. Ja, maar bijvoorbeeld, ga je met kerst? Ga je toch ook met meer mensen? Oké, okay. gisteren, ik weet niet waarom, Self snitching to the full is nu. Shout out naar politie midden Nederland die dit kijkt. <laughs> Shout-out naar politie. Gisteren uh, ging nog eventjes, uh, moest ik nog een pen kopen en heb deze whisky gehaald. Wat gebeurde? Um, ik rijd naar de winkel toe, naar het winkelcentrum, en wat volgt er opeens achter mij? Een politieauto. En ik rijd dus richting het winkelcentrum mm -hmm. en ik denk, hij rijdt wel heel precies achter mij. Ik ga terug het is terugrijden, het is op ja, rijden, een rondje rijden en de politieauto blijft achter me aanrijden, twee rondjes. Maar geen stopteken. Geen stopteken. Niks, gewoon alleen. Twee rondjes. En toen ging ik weer naar links. En toen gingen ze uiteindelijk naar rechts toe. Ja? Toen dacht ik oh van. Wat? Ik, ik dacht, dat ik kan. Rijden. Is misschien, Back, yeah, heb je misschien yeah. bijvoorbeeld je achterlicht die iets raars doet of zo? Want soms gaan ze gewoon kijken, man. van Oké, okay, doen ze licht aan Ik doe gewoon, gewoon waarschuwingslichten aan. Zo van flikker op met mijn midden. Ja, deden? Nee, oh, nee, ja, nee, nee, Ja, kan ja, toch? Waarschuwingslicht ik... zie ik jou nog wel doen hoor. <laughs> Middelvinger misschien niet. Maar. Nee, Dat durf ik niet, man. Nou, het waarschuwingslicht maakt er eigenlijk niet zo uit. Nee, ja, afgelopen. Oh. <laughs> ik was gechoqueerd, pik, <laughs> afgelopen. Maar um, ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Dat uh, ik vertrouw het ook niet. Ik doe niks bij politie, man. Als in van, ik ga gewoon, ik ga zeg maar niet de problemen opzoeken. Ik ga niet dapper doen tegen politie. Ik ga gewoon weg. Maar ik vind wel, ja. Weet ik heb wat niet... het is, dus ze gaan aan op confrontatie Bro, en conflicten. Het is niet dat ik een hekel heb aan de politie. Maar wat ik bijvoorbeeld wel, want ik had bijvoorbeeld laatst die hele serie zitten kijken, dat bureau Hofstad. En ik heb echt wel respect voor wat die mensen doen, want die hebben wel echt een fucking zware baan. En ze krijgen volgens mij ook niet altijd goed betaald. Dus dat, daarvoor wel respect en we hebben die mensen echt wel nodig. Maar je hebt ook wel van die agenten dat ik denk, bruh. Weet je toch, die echt, soort van, het lijkt wel hun levensmissie om jou wildplasbonnen te geven. En weet je wel, het, zonder licht fietsen. Dat ik echt denk, uh, pik. Het is meer, uh, dat, zei, dat is handhaving, politie. Nee, maar het is niet handhaving. Nee, maar het is politie dat zich gedraagt als handhaving. Ja, klopt. Dus ze gaan je op elk klein dingetje gaan, willen ze je aanpakken. Terwijl je ook wel weet, kijk, kou Volgens mij mogen ze je toch gewoon. Uh, is dat wel eens na te denken? Bijvoorbeeld, als, jou, als ze jou een boete geven, hè, ja. moet ze dan ook per se alles hebben gescand en zo? Hoe hard je hebt gereden? Ja, er moet wel bewijs zijn. Ja, na, ja, nee, maar, ja, hoe ja hard kijk, er kan, er, ook, zijn? er kan ook getuigen zijn. Ja, het is belangrijk ja. dat de politie jou iets heeft zien doen. Maar bijvoorbeeld, als je 30 kilometer te hard rijdt, dan halen ze je in en zo. Maar dan moet je, wel, dan moet je wel volgens mij geklokt worden of iets hoor. Ja, ik moet wel. Want ze Mo, kunnen Dan niet, mag je vragen dan. Want toch? ze kunnen niet. Ze kunnen niet in, in een bijvoorbeeld, als ze niet gemeten hebben. In een ja. wijk waar jij bijvoorbeeld zeggen, ze zeggen je rijdt 60, waar je 50 mag. Maar het is nooit gemeten. Dat, ja. Ze kunnen dat niet met hun ogen zien. Ik maar zie het, als... het verschil niet tussen 50 en 60 als een auto langsrijdt. En jij bent de politie en ik scheld jou uit. Ja, dat mag niet, man. Dat Weer mag niet van ambtenaar een functie. Precies. Maar dat is ook, ja, het wordt dan gefilmd. Dat is dan een. Nee, 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 dat kan volgens mij de... gewoon ook getuigen zijn, man. Gewoon, dan Hij zegt gewoon van dat is gebeurd. Dat onder, moet hij ondertekenen en zo. Hij moet gewoon een getuigenis afleggen. Maar als je eh, zegt van ja, bro, wat loop je te lullen, man? Ik heb ja, al niks nou, gezegd. Dan moet, je, dan moet je bezwaar aantekenen en dan moet je naar ja. de rechtbank. Precies. Sure. Maar meer van je kan daar echt... Dat, op gepakt ik worden. heb vrienden gehad die dat, dat hadden gedaan, bijvoorbeeld Wildplassen. wildplassen Ja. Had dat wild geplast en dan kreeg ze een boete. En uiteindelijk hebben ze zeg maar, bezwaar aangeschreven van ja, er is geen enkel alternatief. Ik mag de club niet meer in, wat wil je dat ik doe? Mm -hmm. Ik kan niet in mijn broek plassen en ik ben fucking ver van huis. Mm -hmm. En dan krijg je vaak bijvoorbeeld verlaging van je boete of zo ja. 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 Wat zei die ander? Ik kan ook gewoon zeggen, ja, ik deed gewoon mijn broek naar beneden. Maar ik ging niet wild plassen. Ja, ik weet niet. Maar je kan het vaak heel moeilijk doen, maar juist dat het waard. Want dan moet je een advocaat regelen en shit. En als een boete twee barkie is, 200 euro, ja, wat ga je doen dan? Nee, een hoger beroep gaan kan heel erg simpel, toch? Dat is gewoon. Ja, dat kan. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, dat voor vaak wel. is vaak wel. Voor boetes is het vaak gewoon inderdaad... Is het is niet eens per se hoger beroep, het is gewoon een bezwaar aanschrijven. En gewoon zeggen: ja, hé, hey, ik wel, ben wel. het hier niet mee eens om deze, deze reden. Ja. Dan moet je moet gewoon een beetje goed in elkaar zetten. En volgens mij meestal kom je er dan wel mee weg. Maar wat jij zegt, als dat je echt moeilijk wil gaan doen. Dus je wil echt zeggen: nee, ik wil geen boete. Ja, dan ja. moet je het wel echt waarschijnlijk gaan ze dan zeggen: ja, maar het is wel gebeurd. en dan kan je wel een rechtszaak er waarschijnlijk om starten, maar dat ja, gaat je gewoon veel meer tijd en geld kosten dan dat gaat opleveren. Veel hoofdpijn. Ja, maar, maar het is wel altijd wel een beetje verleidelijk. Altijd als je dan iets krijgt, dan denken we: van, mm, wat zou gebeuren als als ik het zou doen? Ja, ik heb gelukkig nog niet zo vakboetes gehad, man. Echt maar twee of zo. Nee, politie. Zo ik heb er voor één mij. keer echt één uitgeschreven. Misschien omdat we blank zijn. Dat zal niet tegen ons werken. Ah, gisteren wel, omdat we jong zijn. Hè? Ja, dat jong zijn wel... kan wel nog tegen je werken. Ja. Dat is bij gewoon bepaalde figuren die dan een soort van autoriteit willen uitdragen. Zoals, en die dan uh, die uh, een ja. beetje gaan bejegenen. Managers van de Albert Heijn. Ja, en die dan. Fuck Albert Heijn, man. Even hey, verkoop je Albert Heijn aandelen, man. <laughs> Fuck Ahold! <laughs> ah, nee, gaan zo meteen wel weer even eten gaal halen Alle Gal dan, is ook voel uh, van Aho, trouwens. Maar. Ja? ja, man. valt onder dezelfde. Uh, Volgens mij zelfs. Nee, dat zeg ik verkeerd. Hè. Nee, gewoon in ieder geval wel. Oké. Okay. Valt dat? Ben ooit op dat, op het je ooit nog ook Ben en Jerry gehad. en zo valt allemaal onder Unilever, ja, man. Maar Unilever ben is, uh, is gekocht door Unilever, ja, maar Unilever... vegetarische slager ook. Ja, vegetarische slager is ook gekocht door Unilever. Is zijn zijn Jumbo hebt... en Albert Heijn dan echt op zichzelf? Gewoon op zichzelf staan. Ja, Jumbo is echt op zichzelf staan, man. Ja, en Albert Heijn hoort dan bij a Wat is a holt Dus de Van holding, de holding die onder andere Albert Heijn, de Gangal -gal en zo allemaal bezit. a holt a ja, is dat ah a holt Nee, gewoon a en dan hold. Okay. Ik denk de a holding of zo. Daar zal het wel op gebaseerd zijn. Wat betekent dat? Een holding is een bepaalde bedrijfsstructuur. Ja, nee, niet precies structuur. Een, een, volgens mij een entiteit. Net zoals je BV's hebt en zo NV's. Oké. Okay. Heb je volgens mij ook een holding? Een soort van overkoepelend iets. Ja, ik weet het ook niet precies, maar zoiets. Mm. Dus uh, dat Oké. <laughs> <laughs> Oké, okay. okay, maar hoe uh, proeft de whisky voor jou? Is goed. Ja, maar VM VM goed. Ik vind, als ik nu even uh, weer een slokje neem, ik vind hem wel lekker, man. Ik denk dat deze dat dit een van de lekkerste is. Ik vind hem lekkerder dan die inderdaad. Ja, je hebt ook nog wel, ik heb, volgens mij heb je zo'n uh, blauwe van Glenfiddich of zo. Nou, ja, die, die ken ik blij. wel. Die drink ik elke avond. Die, uh, nee, die heb ik wel. Die heb ik op, toen met oude nieuw en ook nog twee of drie keer daarna ook nog wel een keer gehaald. Die is ook wel echt chill. Maar ja, wat proeven we nou precies? Ja, goede vraag. Ik, ja, we kunnen het echt gaan okay, proeven en beschrijven, maar daar hebben mensen proef echt helemaal niet naar. Bacardi na. Ja, gewoon echt naar dood. Teringsmurig. <laughs> ja, ik vind dat echt niet te zuipen. Puur? Witte Bacardi? Ja. Nee man, ik vind dat echt fucking ranzig. Ja? En ja. niet gewoon een shotje nemen. pap. Kan, ik kan best een shotje nemen. Ja, een er zijn genoeg smerige dingen die ik uh, ja. naar binnen gewerkt heb. Uh, Wat nog meer? Heeft het twee ballen? Jij, dat weet jij best. Uh, nee, oh. toevallig niet. Die vind ik ook niet smerig. Die zijn lekker schoon. <laughs> <laughs> nee, maar neer, ik, hoor. ik weet maar zeg maar die dingen die je meestal van een pink af. Uh, die dingen smaakt ook niet best. Oh. <laughs> Oeh, vies. Ja, ja. Nee, maar dat is. Dedingsmiddag. Uh, wel is de, 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 de fouders, fout gemaakt man. op een festival. Om te denken dat ik dat wel kon doen zonder water. Zo. So. Ja. Is niet slim. Ja, ik heb het gevoel dat. Uh, dat ik daarbij was. Ja, dat, volgens mij stonden we met z'n tweeën naast elkaar. <laughs> allebei even dapper te doen waarschijnlijk. Yo, ja, man, ja, ja man. maar dat is echt grappig. Toen waren we nog helemaal niet ondernemend. Gewoon alsof in ieder geval van toen zaten we niet echt in een onderneming game. Ik heb gisteren echt over nagedacht. Van... Oké. Okay. Ik heb echt het gevoel dat ik nog steeds heel erg te klein denk. Terwijl toen dacht ik terug van, letterlijk toen ik 18 was, wist ik überhaupt niks van ondernemen. Ja. Toen ik 21 was, PC's. toen wist ik net wat ondernemen was eigenlijk. 22 is echt begonnen. Nu ben ik 24. Dus het is eigenlijk, mijn carrière is pas 2,5 jaar of zo. Dat is een max. Tante kort. En waarvan anderhalf jaar, twee jaar echt fulltime. Misschien korter zelfs. Maar ik zat gewoon te denken van, uh, je wilt natuurlijk echt een beweging starten, toch? Wat is daar nou precies voor nodig? Om een beweging te starten? Nou, niet per se een beweging, maar meer van... Uh, je ziet nu bijvoorbeeld, je hebt, je hebt dropshippen. Yeah. En heel, veel, heel weinig mensen halen daar voldoening uit. Dat op lange dood. termijn. Ja. Omdat, het, omdat het heel erg uh, aan de lopende band is yeah. fabriekswerk. Dan, echt, echt dan kun je bijvoorbeeld een brand opbouwen, dat is wel vet. En dat is het, uiteindelijk de bedoeling om dat weer te gaan verkopen. Vaak wel. Ja. Vaak wel. Weet je in of in dat 2 is miljoen Dat is in ieder geval een mooie bijkomstigheid. Precies. Maar dan heb je ook nog projecten die echt zorgen voor een beweging in de wereld zelf, toch? Ja. Waar, en er zijn meestal projecten waar je gewoon lang mee bezig bent. Bijvoorbeeld ja. 10 jaar, 20 jaar. Is ja. er gewoon te denken van ja, weet je, dat is wel iets wat ik in mijn leven ik denk dat wil je, beginnen. Ik denk man. dat je stappen voorbij skipt als je dat nu al wil doen omdat je klein moet beginnen. Juist, ja, ik denk, nou niet per se klein, maar omdat ik denk, in ieder geval hoe ik het voor mij een beetje voor me zie. Ik wil eerst, eigenlijk wil ik eerst mijn ego uh, pleasen en genoeg gestimuleerd hebben. Om daarna in te kunnen zien van oké, okay, hier zit het hem allemaal niet in en dan veel meer te gaan geven. En, en, en dat is misschien een heel rare gedachte, maar dat zie je toch vaak ook van mensen verdienen hering van geld met iets. En gaan daarna goede doelen opzetten, dat soort dingen doen en veel meer van, oh er is meer in het leven. Ja, ik bedoel niet per se goede doelen of zo. Maar wat Igor inderdaad had, dat hij dan iets van 20 projecten had, waar hij dan ja, 20, 20 wel, uh, shit duurzame start-ups waar hij dan in zit of zo. Dat ja, is op ja. zich nog wel een, een goed doel. Ja, precies. niet een goed doel, maar een goed doel. Of wat ik uh, net zei dat ik gisteren een video heb gekeken van een gast en die had dan een tech company. hij ja. gaat echt in, uh, hij zei zelf trillion. It's ja, ja, trillions. Ja, ja wel heel dapper. Dat is heel dapper. Weet je, dapper maar, claim, Iets wat maar, miljarden maar. waard is, weet je. dat is ook een verschil met bedrijf, wat miljoenen waard is, of een miljard waard is. Zeg maar, dat is een wereld van verschil ook weer. Ja, man. Oké, okay, wat is het? verschil? Dat, dat Gary zegt dat heel duidelijk. Gary zegt dat Gary Zwenichuk van uh, hij zegt: Van ja, ik ben heel goed in het runnen van een 100 tot 500 miljoen dollar company, een miljard Eén mm, voor me. Mm. Dus dat is ook wel interessant. Maar je moet dat ook ontdekken als entrepreneur. Van wat, waar ben jij goed in, in opzetten, managen, werken. Ja. Weet je wel, van 0 tot 1 miljoen, is dat echt waar jij schijnt? Of van 1 tot 10, of van 10 tot 100, van 100 tot 500, 500 tot een miljard of miljard plus. Ja. Want elke heeft wel echt heel erg eigen skills, uh, processen, dingen die je leuk of niet leuk moet vinden om echt daar te shinen. Ja. ja. Nou, wat, ik, wat, wat jij net zegt, van uh, dat je het dat idee hebt dat je klein denkt. Daar ben ik het wel mee eens. merk ook dat ik daar nog steeds, steeds minder, maar ook door beïnvloed word, ook toch wel door anderen. Door de wereld om me heen. Dat je toch minder groot denkt, omdat als je jouw grote gedachten uitspreekt, dat mensen toch al zitten van, wow, dat is al wel groot. Dus mm. als je dan praat met anderen, weet je, op een borrel uh, met allemaal ondernemers, dan zeggen ze van, ja, maar waarom dat? Weet je wel, gewoon, pik, grote, gekke, gekke lijpen. Ja. En dan zit je ineens van, ja, tering toch merk ik dat ik dan mijn doelen zijn groot voor de kring waarin ik leef, maar, maar de kring waarin ik leef is eigenlijk best klein. Mm. Denkt over het algemeen kleiner dan eigenlijk als je naar een grotere kring stapt. Mm -hmm. Iedereen denkt in zijn eigen niche best wel groot, met een andere vlakken waar ze minder kennis hebben denkt ze kleiner. Ja, en ook gewoon een stukje geloof, toch? Ook gewoon, kijk, als jij zegt ik wil miljonair worden, dan zal dat in jouw directe kring zal dat voor iedereen zijn van wow hij heeft echt grote doelen. Ja. Maar ga naar een Dubai. Als je zegt, ja, ik wil miljonair worden, zeggen ze: wat kom je doen? Mm -hmm. Miljoen, dat geef ik uit per dag. fuck fokken ze met jou aan de hand. Oh, ja. Snap je? Om, dus dat perspectief is ook heel erg. Dat is volgens mij de reden dat veel mensen in Dubai helemaal de shit vinden. Omdat ze zeggen van ja, daar ik werd er gewoon mee, gewoon mee geconfronteerd dat ik niks ben. Snap je? Ik dacht, oké, okay, Nederland, ik pak een tonnetje per maand, ik ga lekker, dit dat. En hier als ik met een tonnetje per maand kom, dan zitten boys me aan te kijken: van ja, oké, okay, leuk. Ja, het verschil, is, het verschil is, is dat je in Nederland zit je bij de top 20%. Ga je naar Dubai, yeah. zit je weer in de onderste 20%. Juist. En je kan dat echt wel beseffen. Dus wij kunnen het over hebben en dan kan je het beseffen. Maar ik denk dat als je er middenin leeft, dat dat wel echt een ander effect op je heeft. Hm. Sowieso, sowieso. Weet je, net als het leven in Hollywood, oh. dat je echt in dat leven zit. En het gevaar is wel dat je, de, dat je de, de connectie met de andere wereld kwijtraakt. Dus als je dan na nou, tien wereld. jaar. Je gaat tien jaar leven in Dubai, je gaat terug naar Nederland. En je bent misschien verbaasd als iemand de deur niet voor je open doet. Want je bent al tien jaar in Dubai, je denkt niet meer na of die shit. De deur gaat voor jou open altijd. Oké, okay, oké. Okay. En ah, mensen ja. in Nederland gaan naar Nederland kijken: van, fuck aan met deze guy. Wat denkt hij? Dat iedereen de okay. deur open Maar dat, doet dat, is, dat is een klein ding inderdaad. Maar wat ik wel heb gemerkt: ik, heb, ik ben natuurlijk een half jaar naar Engeland gegaan. Mm -hmm. wel van. En dan kom je weer terug. Je stapt in de oude realiteit. Mm -hmm. ja. En terwijl. Op het Moment dat je afstand ervan hebt genomen, dan denk ik ook gewoon dat het goed is voor iedereen om wel een tijdje gewoon weg te zijn van zijn eigen omgeving. Om daar zeg maar om dat deurtje in je brein te kunnen openen om anders erover te kunnen nadenken. Om dat te zien. Maar dat dan kom je terug en dan denk je wel veel of weer, denk, denk je weer van oké, okay, ik zag er zo uit, zo was ik toen. En ja. toen ik weg was, kon ik daar afstand van nemen en zie ik dat niet meer als een realiteit, maar zie ik dat gewoon als een vorm van leven. Yeah. En hier heb ik mijn eigen vorm van leven ontwikkeld. En dat betekent dus dat er niet één of twee vormen van leven zijn. die, uh, die je als realiteit moet aannemen. Nee, er zijn veel meer vormen. Mm -hmm. En daar moet je naar op zoeken. En die grenzen moet je telkens verleggen. Ik zou dat ook iedereen aanraden. Ook als je studeert of als je een tussenjaar. als je bijvoorbeeld net klaar bent met je middelbare school. ga gewoon een half jaar ergens in het buitenland zitten, man. En ja, het hoeft niet, eerst, zijn, het niet ja. eens per se uh, Thailand. Of weet je wat, mensen willen altijd gekke dingen doen. Maar ga gewoon een half jaar zitten op een plek waar je denkt. ah, dit is een eng. Gewoon eng, ziek of wat, uh, gewoon weg. Ik durfde het. niet, bro. Ik was daar te bang voor. Ik heb altijd gezegd: Ik ben niet de persoon daarvoor. En ja. nu achteraf zie ik hey, 100% in van dat was gewoon omdat ik een bitch ass boy was. Bang. Ik had een vriendin en dat werkte natuurlijk voor mij wel mee. Van nou, ik heb een vriendin, dus ik wil haar niet lang niet zien. En dat vind ik nog steeds nu de grootste reden dat ik het niet zou doen: is dat ik de relatie met haar en haar vaak zien mij te veel waard is om echt een half jaar weg te gaan. Mm -hmm. Maar zeker toen besefte ik wel van, ja, toen was ik gewoon ook pussy. Ik vond het een enge gedachte om alles kwijt te zijn waar ik in zat en dat ik, ja. uh, ik, ik durfde dat als het ware niet. Ik had juist andersom, want door mijn ex, die wou juist naar het buitenland. Oh, je vluchtte naar het buitenland. <laughs> nou, vluchtte naar het buitenland. <laughs> nee, door mijn ex, zij was juist heel erg van het reizen. Ja. Dus toen ik haar ontmoette was, was ze weg, toch? Was ze uh, een half jaar naar Amerika geweest. Ja. Ik ze net terug, toen dacht ik, wow, ik heb nog nooit iemand ontmoet. Jij was ook bijvoorbeeld de eerste ondernemer, zeg maar. Ja. En zij was de eerste die ik echt ontmoette die dus al echt de halve wereld was overgereisd voor mijn gevoel. Ja. En toen dacht ik ook, oh, well, ja, weet je, ik, ik heb altijd in Nieuw Gein gewoond. Nieuwgeheim, een plekje, mijn stad om het dorp. Ja, het, is, niet, het is een stad, het is een dorp. Ja. En um, uiteindelijk heeft zij er wel voor gezorgd dat ik ervoor heb gekozen om een half jaar naar het buitenland te gaan. Mm -hmm. Uiteindelijk ja, is het we daar wel een relatie te... uitgegaan. Ja, Wat jij zegt... Hè, Want je je denk die dat die dat, Ik denk dat dat uiteindelijk voor jouw persoonlijke groei ook goed was. Dat het uitging. Nou, kijk. Ik moet weet ik niet zeggen... of dat de meest gezonde... Ik weet niet of jullie allebei tot volledige uiting gingen komen in jullie eigen leven. Als jullie samen waren. Ja. Maar Misschien. ik heb ook wel gemerkt dat ik ook heel erg nog, nog steeds... Omdat ik daarna geen relatie heb gehad. Maar heel erg aan mezelf moet werken. Ik ben ook heel ja, erg benieuwd. Tuin. Als ik weer een relatie krijg... Bro, jij bent kouder uh, vermoeid. Ik, ik vind jou overmoeiend. vermoeiend. En ik heb geen seks met jou. Oh, je. Bent, <laughs> Voor de rest heb ik alles wat een relatie heeft... heb ik met jou, behalve seks. <laughs> We missen nog alleen een ringetje. Dat is het enige. <laughs> hey. <laughs> okay, het volgend jaar ook. Van die, twee van die ringen. Shoot. Papa. Nee, maar... Uh, ja, tuurlijk. Maar ik denk, ja... Moet je zeg maar klaar zijn met werken... voordat je een relatie in kan? Nee, dat zeker niet. Zeker niet. Maar meer van... Ik had wel een periode half jaar nadat het uit was of zo, dat ik echt dacht van, ...hé, hey, luister, het lag gewoon helemaal niet aan mij. En het heeft ja, ook een deel ja. helemaal niet aan mij gelegen. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar Kijk, een deel van mij, ik ben in sommige op sommige vlakken ben ik nog echt beperkt. Je hebt Over... gewoon, tuurlijk heb je ook een aandeel in het hele verhaal. Dat is altijd. Tuurlijk. Ja. Kijk, dat weet je, je weet ook mijn situatie thuis. Daar heb ik ook een aandeel in. Mm -hmm. Alleen mijn aandeel is, vind ik persoonlijk fucking klein vergeleken met al die mogolen die gewoon <laughs> daar het probleem veroorzaken. Ja, 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 ja. Dat, is waar. dat is waar. Dus aan de ene kant ben ik het met je eens. En dat is een goede eigenschap. Je moet wel je eigen aandeel daarin kunnen zien. Maar ik vind, dat vind ik wel interessant. Dat vind ik namelijk soms ook best wel lastig. Als iemand die heel veel zelf reflecteert en ook alles probeert op zichzelf te betrekken. Um, dat je ook wel eens het gevaar hebt dat de ander sorry voor iemand heeft jou eigenlijk geflasht die gaat een begrip tonen en dan op een gegeven moment zit je, je, denkt van ja, ik speel eigenlijk ook wel een rol hierin en ik heb ook wel aandeel. En, huh, ja, huh. Ja. Mm. en uiteindelijk, na een gesprek van een half uur, is het soort van geflipt dat jij het fout hebt gedaan. Mm. En ik, er zit ook wel weer kracht. Ik ken ook mensen die gewoon altijd zeggen: Yo, nee, fuck jou, jij hebt het verneukt en ik ben daar klaar mee. Donder maar lekker op. Ja. Ik ga niet nadenken over mijn aandeel en de balans. Uh, uh, uh. Nee, fuck you, jij hebt me genakt op donderen. Klaar, er ja, is geen discussie mogelijk. Kijk, één, dat is waar. Ik denk dat er twee manieren zijn. Eentje van, van um, hoe stap je naar buiten? Yeah. En hoe reflecteer je naar jezelf zonder yeah. dat aan de buitenwereld te vertellen? En dat zijn twee hele grote verschillen. Want yeah. aan de ene kant van mijn relatie, luister, <laughs> ik heb het niet fout gedaan. Yeah. Ik kan dat nu 100% zeggen. Yeah. Er is wat gebeurd of zo? Ik weet niet. Maar ik heb echt, ik heb 200% ingezet. Yeah. Maar heb je periodes gehad dat je wel twijfelde of jij degene was Tuurlijk. Die het helemaal verkeerd? Ik twijfelde. Ja. Maar het maakt niet uit als ik twijfel. Ik heb een keuze gemaakt en daar blijf jij bij. Nee, maar dat gevoel is van ja toch? Dat, je hebt soms dat gevoel, dus je denkt van. Maar. soort van, ik weet. Aan de ene kant denk ik wel van ja, dit ligt niet aan mij. Maar als ik er echt lang over na ga denken, denk ik. Ligt, ligt het wel aan mij? Van... Hmm. Ja, maar dan gingen wij bijvoorbeeld met elkaar praten in die periode. Ja. En toen was het gewoon duidelijk van ja. Dat niet echt aan mij. Niet, ja. <laughs> dan heb je heb je even een derde persoon ja, bij nodig en Maar dat vind ik dan ook weer lastig, want dan denk ik van ja oké, okay, dan ga ik het vertellen aan die persoon, maar weer vanuit mijn perceptie. Nou, meer van kijk, ik weet dus wel van oké, okay, het ligt niet aan mij, bijvoorbeeld in deze situatie. Het ligt niet aan mij. Maar en dat naar buiten treed ik gewoon op van oké, okay, weet je, het is het is een bepaalde keuze wat wordt gemaakt en daarmee ben ik blij. Weet ja. je, of niet blij, maar weet je, het is zo, vie, je zo je gaat het leven. dat maar aan de binnenkant heb ik wel de reflectie van... ga ik terugkijken en is van... oké, okay, wat je net zegt, het is nooit 100% de andere persoon. Dus wat nee, zijn de punten geweest... waardoor de andere persoon is over, zichzelf heeft overtuigd... om deze beslissing, beslissing te maken? Het is zelfs zo dat je soms... soms uh, enable jij gedrag van een ander. En dat is een rol ja, die jij uitspreekt. Ja, ja, ja. Waar we het gisteren over hadden... toen we, we buiten niet. liepen... Even een flauw Toen we buiten liepen over dat zeg maar... Hoe ga ik dit verwoorden zonder dat ik het gelijk exposeer? Waarvan je zei van niemand hoeft het te weten. Dus we gaan het ook niet naar de oh, ja, ja, Snap je? Ja. Is een beetje eenzelfde idee. Van soms doe jij zelf in principe niks fout. Ja. Behalve gedrag van een ander toelaten. Zonder heel duidelijk je eigen streep te trekken. Van yo, dit tot hier en niet verder. Dus ja. We gaan dit niet doen. Mm -hmm. En dat is in principe ook wel een, noem het een fout die jij maakt. Je grenzen trekken of niet je grenzen trekken? Niet die grenzen trekken. Nee, dat is nee, in principe nee, nee. aan jou een fout. Je hebt de ander de ruimte gegeven om bepaald gedrag te vertonen. Dat met, uiteraard die ander moet dat gedrag niet vertonen. Mm -hmm. Maar als je naar jezelf trekt, het is ook aan jou om heel duidelijk aan te geven: joh, dit is gedrag, dit accepteer ik niet. Precies. We gaan dit niet doen. En het gek is dus, als we dit even doortrekken met grenzen, dat de grenzen zorgen ervoor dat je bepaalde mensen wel aantrekt of juist niet aantrekt. Mm -hmm. Maar vaak als je dus. Niet weet wat je grenzen zijn, trek je mensen aan waarvan je later denkt. Deze wil ik eigenlijk voor 50% niet tot me aangetrokken hebben. Ja. Maar gedeeltelijk. Ik denk ja. dat het is fijn. Want ja. We hebben een goede moment, maar wel momenten. Wat ja. weeg zwaarder, inderdaad. Ja. Want het kost het meer energie of het levert me meer energie. En ik heb wel gemerkt van als je dus vanaf het begin niet goed je grenzen hebt vastgesteld, voor jezelf gewoon, of je niet naar buiten, maar gewoon van jezelf. Hey, zo, dit is mijn karakter. Zo ben ik, dit wil ik graag. Dan, dan komen mensen inderdaad in je leven waarvan je dan achteraf denkt van, hé, hey, die wil ik eigenlijk niet in mijn leven hebben. Maar het doet fucking veel pijn om het weer los te laten. Ja man, honderd. En dat is wel, dat vind ik altijd wel mm, gewoon een gek idee man. Wat. Uh, ja, over die jaren wel. Grenzen, is grenzen aangeven, maar ook... Het is lastig hè? Is, is lastig, maar het is denk ik ook iets wat je zeker als je jong bent, nog wij zijn natuurlijk ook nog fucking jong, gewoon je moet dat ook met de jaren ervaren. Je moet er heel erg mee op je bek gaan en dan uh, merken van, oké. Okay, ik moet mijn grenzen aangeven op dit vlak. Want anders kost het me gewoon zoveel energie en headspace dat dat werkt niet. Yeah. Snap je? Dus je moet dat de hard way leren. Snap ik? Ik heb ook mensen ruimte gegeven dat ik. Ik zou die ruimte nu nooit meer geven. Mm -hmm. Maar toen ja, was ik gewoon nog te veel. Ik wou ook toch mensen pleasen. Of ik was toch te onzeker. Of ik wist nog niet zeker of dit inderdaad mijn grens was. Ja. Dan moet er gewoon iemand smerig overheen gaan. Ja. Yeah. En dan voel je: van oké, okay, ja, dit is een grens die we duidelijk aan moeten geven. Want anders werkt het niet. Ja is ook wel grappig hè dat, dat sommige mensen en dan merk je dus wel echt wie er bij je past of niet bij je past. Ik merk dus dat de laatste, eigenlijk sinds mijn laatste relatie, heb ik heel erg die grenzen. Ja. Maar dat is ook de reden geweest waarom ik nog geen vriendin heb. Gewoon letterlijk zelf weten wat verwacht ik, wat wil ik graag. Ja. Uh, maar wat voor persoon heb ik ook nodig om mijn beste eigenschappen naar buiten te brengen? Maar je hebt ook wel eens toch mensen gehad waar je dan wel echt een klik mee had, maar dat het misschien niet wederzijds was. Alsof, het is niet dat je nooit meer iemand gevonden hebt waarbij je wel het gevoel hebt van, hé, hey, dit is misschien een persoon... Ik kon al een paar relaties hebben, maar dat is ja, maar... uiteindelijk besloten van, hé, hey, ik weet op de lange termijn dat de grenzen die ik heb of wat ik... Of de eigenschappen die ik heb ja. en die jij hebt, uh -huh. dat, gaat, dat gaat botsen. Dat, dat, gaat, uh, dat gaat niet werken. Ja. natuurlijk, we, iedereen heeft wel altijd flaws of zo. Hoe noem noemen dat beperkingen of zo. Tuurlijk. Flaws, wat, zijn, wat Ja, zijn flaws, de... beperkingen. Maar alleen je moet gewoon heel goed weten welke je wil accepteren en welke niet. Dat, een dat heel groot nee. gevaar ja. dat, dat heel veel mensen hebben als ze een relatie ingaan, is dat ze niet verliefd zijn op de persoon nu, maar op de, de potentie die ze zien in een persoon. De potentie van iemand. Ja, nee, maar dat is een gevaar dat heel veel mensen hebben. Dus je ziet een meisje en je ziet, valt je wel op op feestjes, dat het super losbandig is, eigenlijk veel te lam. En uh, uh, ze kan soms ineens heel boos worden. Dus ze veroorzaakt soms ruzie om niks, weet je wel. Dat je echt denkt van, ja, dit slaat nergens op. Maar achteraf wordt ze heel emotioneel. En je denkt van, oké, okay, weet je wel, we gaan samen emotioneel daaraan werken. Ik ga haar helpen om wat cooler met zichzelf te zijn. En dan, weet je wel. Want als deze twee, drie vervelende dingetjes wegvallen, ja. dan is dit echt een topmeid. Fuck dat, man. Fuck dat. Dat werkt ja. niet. Dat werkt echt niet. Nee. Je kan niet samen aan elkaar bouwen. Er moet, en Natuurlijk kan je samen verder bouwen. Maar als er dingen zijn die in jouw core ingaan tegen de core beliefs die jij hebt, die zij schendt, dan moet je dat niet willen gaan veranderen, man. En daarom ben ik al lang samen met mijn vriendin. Omdat we in de core heel erg dezelfde dingen eh, van ja. overtuigd zijn en daar over elkaar eens zijn. Natuurlijk mm -hmm. zijn er kleine dingen waar we het niet over eens zijn. Die zij anders ziet dan ik. En dat is prima. En als dat op een gegeven moment belangrijk wordt, dan kan je bepalen of je daar wel nog echt een goed gesprek over wil hebben of niet. Maar um, ja, ga niet je eigen kern verlogenen man. Als je die achterlaat, als je die niet meer, je 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 meer voelt, dan verlies je uiteindelijk jezelf. Ja man. En jezelf verliezen in een relatie. Bro, kijk, voor een jaartje is het vervelend. Mensen verliezen zichzelf voor een heel leven in een relatie. En bro, die shit is ugly. Dat is of je gaat lelijkheid kaart... steeds dieper erin ook. En hoe dieper je erin zit, hoe verder je jezelf ingraaft, hoe moeilijker het ook is om jezelf er weer uit te halen. Want ik zie dat om me heen echt genoeg. En... En het is ook wel gek, hè? Dan ga je het, dan word je. Dan ga je uiteindelijk ook. Heb je ook mensen die elkaar dan de schuld geven? Ja, ik ben al zo lang met die persoon. En die persoon heeft mij altijd beperkt in mijn doen en laten. Weet je wel. Als je dat tegen mij zegt, als iemand al tien jaar met iemand samen is, ze gaan uit elkaar naar. Nou, ja, zij beperkte mij altijd. Bro, jij beperkte jou. Jij bent bij haar gebleven, toch? Had ze een mes op je keel? Nee. Ja, jij, als jij je beperkt voelde... bij diegene... Exact. Blijven, als jij je beperkt tuurlijk, voelde door ja, wat die persoon deed... Tuurlijk, wat die persoon deed is misschien niet goed. Misschien gedroeg degene zich echt als een klootzak. Maar je hebt altijd de vrijheid gehad om weg te lopen. Maar je was te pussy om weg te lopen. Mm -hmm. ja, dat is wel iets, hè? Dat is... Ik heb daar ook maar geen respect voor. Steeds... Maar Totaal dat... niet. Nul. No. Nou... Nee, ik heb daar geen respect voor. Als je ik daarna weet... achteraf zo lult, okay, okay. dan snap ik niet. Dan denk ik van, ja, dan ben je gewoon een bitch. Dat is gewoon de weg van de makkelijkste route. Ja, gewoon de weg Zoiets. van de minste weerstand. De minste weerstand. In de, van, ah, het is heel makkelijk. Je legt, het buiten, je legt lot... het buiten jezelf. Zij was altijd vervelend of hij was altijd nee, maar vervelend. Meer het van... ligt niet aan mij. Ik kan er niks aan doen. Ik ben Op zierig. het moment dat je uit elkaar gaat, doet het pijn. Ja. Als je diegene moet confronteren en het conflict moet opzoeken, wat gebeurt er dan? En je initieert pijn. Daarna ja. wordt het beter, maar je initieert pijn. Op het moment dat je achter iemands rug omlult, wat geeft het jou? Het geeft je energie. Ja, maar. Waarom? Omdat je gewoon lekker negatief kan zijn. En dat geeft mensen energie, want je laat het lekker naar buiten gaan. Klopt. Dus het is wel een, inderdaad een route. Maar ik denk wel. En ik hoop eigenlijk, tenminste, ik ben er zelf ervan bewust, laat ik het zo zeggen, dat ik de laatste jaren wel steeds meer heb. Van oké, okay, we moeten juist richting de confrontatie, richting de pijn ja, gaan. Man. Want dat levert juist het meest ja, op. Constant, richting, het is pijn. niet eens je pijn, het is je kern. Dus, dus je moet op zoek naar wat jij voelt in je kern. En dat moet je nooit met rust laten. Alleen dat doet vaak gewoon pijn. Nee, ja, maar meer van oké. Okay. En is ook moeilijk meer om van... het over te hebben. Ik heb het ook wel eens met mijn vriendin over gehad. Van hé, hey, als wij straks samenwonen. Ja, ik ben wel gewoon in dit leven. Snap je? Ik ben wel gewoon vaak tot 8, 9, 10 uur s'avonds aan het werk door de week. Ben je daar cool mee? Mm. Ik kan jij diep van binnen zeggen. Ik vind het oké okay als hij dat heeft. Want die shit gaat zijn. zeg maar. Dat mm. is wat ik belangrijk vind. Want mm. als ik dat niet ga doen. Dan ga ik me vlees. Ga ik denken, ja, ze gunt mij niet. Snap je? Dan, dan voel ik me genakt. Omdat ik denk: van, ja, ik wil echt meer doen, maar ik heb niet het gevoel dat ik die ruimte krijg. Maar andersom, als jij gaat accepteren, terwijl je dat eigenlijk niet echt voelt dat ik altijd laat thuis kom, maar eigenlijk denk je van ja, hij heeft hem nooit tijd voor me dit dat. Dan gaat er altijd, altijd een disbalans zijn. Dat ja, moet dus, zijn. Dan, dan heb je een soort van fries inderdaad. Wat je ja, omdat is echt gevaarlijk. Bent. Maar ik bedoel, met, met, met één zijn met jezelf, hè, als we een beetje hoog de yeah. lucht in gaan. Uh, maar meer van oké, okay, die pijn opzoeken. Mm -hmm. Dat is wat de meeste mensen negeren. Maar juist als je heel diep gaat kijken, wat doet de meeste pijn op dit moment, of het nou financieel is, je gezondheid, je relatie. Misschien zijn er nog andere vlakken. Uh, fysiek kan ook nog iets zijn. Uh, eten. Als je dan gaat kijken van oké, okay, welke van deze vlakken doen het meeste pijn? En oké, okay, bijvoorbeeld is dat financieel. Oké, okay, hoe ga ik dat aanpakken? Weet je, en dan ga ik daar nu meer tij tijd aan besteden. Relaties, oké, okay, dan ga ik daar nu meer tijd aan besteden. Bijvoorbeeld uh, als je dan een vriendin hebt of je hebt een potentiële vriendin, ook wel leuk. Dat je dan gaat kijken, oké, okay, ik weet nog niet zeker of zij de juiste voor mij is, dat je ook de conflicten mag opzoeken in die vroegtijdige fase. Weet je, wat misschien wel pijn doet, maar uiteindelijk wel zorgt voor een echt een band met elkaar. En ik heb de afgelopen jaren echt een andere relatie gekregen met het woord pijn. Ik denk juist pijn, is, fysieke pijn is niet altijd goed. Pijn is fijn. Pijn is fijn. Ja, het klinkt wel raar, maar ik heb de meeste, op de meeste vlakken, als je dan kijkt uh, in je dagelijks leven, dan is pijn is fijn. Dat is goed. Ik denk dat, <tie> dat pijn is fijn, een beetje een reactie is op het feit dat we helemaal de andere kant uitgeslagen zijn. Dus in principe hoeft pijn niet fijn te zijn. En het is heel loos dat je niet chill vindt. Maar omdat we zo erg in een maatschappij leven. waar we helemaal alle soorten pijn proberen te verdoven. En, en af te vlakken. en dat niemand ooit pijn hoeft te ervaren. Ja. dat zijn we allemaal gaan leven. Dus nu moeten we eigenlijk als het ware helemaal naar de andere kant uitslaan. Ze zoeken gewoon zoveel mogelijk pijn op. Mm. en dan balanceert het zichzelf wel uit. Ja. Tuurlijk ontwijk je soms pijn. Tuurlijk. Ik heb ook wel eens dat ik een hele lange dag gewerkt heb. en dat er zich iets voordoet. en dat ik denk, weet je, nu even niet. Mm. Mijn core belief zegt dat ik dit heel vervelend vind. Maar mijn hoofd zegt dat ik nu teringmoe ben. En dat ik gewoon lekker ga tukken. Mag het niet, ze moeten en, gewoon op aanpakken. Nee, en dan, en dan moet je wel mans genoeg zijn om daarna, de dag daarna, bijvoorbeeld het weer op aan te halen. Nee, en te zeggen: ja, ja. hé, hey, dit voor een hele maand. Nee, maar dat je kan doen. het wel een tijdje negeren. Ja. Een maand mag ook, drie maanden. Maar zorg dat je op een gegeven moment er weer uitkomt. Want iedereen om je heen verliest ook het respect voor je, je ouders, je vriendin, je vrienden. Dat is echt zo, hè? Een man, en een vrouw trouwens ook, maar bij mannen is het toch meer. Want een man mm. moet gewoon zijn masculine energie toch wel grotendeels uitdragen. Dat is gewoon uiteindelijk. De meeste mannen worden gedraaid door de masculine energie. En daar zitten gewoon bepaalde eigenschappen bij. En één eigenschap daarvan is toch wel echt in je kracht staan. Een duidelijk een purpose hebben. En verantwoordelijkheid nemen. Dus kracht tonen. Ja. Toch, daar ben je denk ik wel mee eens. Kracht hebben, inderdaad. Exact. Een man die bijvoorbeeld als het uit is met zijn vriendin maandenlang blijft, weet je wel, blijf, oh, ik ben zielig en verdrietig en het leven staat stil en die ja. heeft allemaal geen zin. Mm -hmm. Je vrienden steunen je misschien wel en je ouders ook, maar ze verliezen ook een stukje respect voor je na een bepaalde tijd. Een week is cool, een maand is goed, drie maanden begint lang te worden, langer dan drie maanden ga je gewoon, je voelt die shit. Mm -hmm. Toch, Dat ben je denk ik wel mee me eens, toch? Mm -hmm. Want dat heb ik ook. Een vriend die continu zeurt over iets dat ik op een gegeven moment denk bro, fix die shit. Dom, dom. Ik verlies mijn respect voor je. En dat is misschien heel onaardig, maar ik voel gewoon in mijn koor dan dat ik wel een beetje denk van ja pik, het is nu ook op een gegeven moment wel tijd om even... Snap je? Iedereen het, het is, heeft, is gewoon klaar. Het, is het leven gewoon is gewoon... Het leven is kut en ja. dat gaat gewoon altijd zo blijven. Mm -hmm. En je kunt ervoor kiezen om daar helemaal in te duiken of je kunt ervoor kiezen om te zeggen van hé hey, het leven is super kut, maar laat ik in ieder geval kijken wat, waar ik wel invloed heb, heb waar ik wat niet kan. Kijk, om een beetje een voorbeeld te geven, dan om het concreet te maken voor de luisteraars ook. Ja. Jij met je werk, kijk, je was ondernemer. Toen was je eventjes niet ondernemer. En toen zei je van, ik wil wel weer gaan ondernemen. Een halfjaartje is prima. Een jaar kan ook nog. Misschien twee jaar. Het ligt een beetje aan wat je plan is. Als je een plan hebt is het helemaal prima. Maar als je op een gegeven moment jaar na jaar na jaar zegt van, ja, ik wil gaan ondernemen, ik wil gaan ondernemen. Maar je doet het niet. Ja, dan ben je goed. Terwijl, je, terwijl iedereen om je heen weet, hij wil ondernemen zijn. Dat is eigenlijk meer nee, van. Nee, Hij zegt dat hij ondernemer wil zijn. Nee, dat. meer van, van, Inderdaad, van. Oké. Okay. Um, je hebt je plaatje nu toch? Van. Ja. Dit is je plaatje van het heden. Ja. En dan heb je nog een plaatje van je potentie. Ja. Ja, en ja, mensen ja. zien altijd een plaatje van jou en van je potentie. Mm het -hmm. zijn twee vormen altijd. Ja. Wat jij net zegt. Je moet geen relatie nemen om de potentie die iemand heeft, maar om ja, ja. hoe iemand is. Ja. Maar als jij ziet in een andere persoon dat ze niet naar hun potentie toewerken, dan verlies je respect over die persoon. Ja. Bij mannen is dit erger dan bij vrouwen. Ja. Want dat komt door dat hele ontbouwen. masculine energieverhaal, man. Ik ben nu The way of the superior man aan het lezen. Ziek. Dat is een uh, okay. best wel interessant boek dat ook heel erg gaat over jouw masculine energie. En een vrouw kan ook masculine energie hebben, hè? Dus dat even vaststellen. Maar vaak, over het algemeen, zijn het mannen die masculine energie als primaire drijfveer hebben. Of als primaire energie. Yeah. En een hele interessante die ik daar bijvoorbeeld ook in vond, is dat het voor een man die primair leeft op masculine energie, is het key om een purpose te hebben in lijf, en die purpose keihard achterna te gaan. Mm. En eigenlijk is hij ook achtergesteld op alles wat daarna komt. En dat komt, dat zegt de schrijver van het boek: doordat als een man zijn purpose leeft en vervult, dan heeft hij zoveel energie te geven aan de rest van de wereld. Waardoor al die dingen die daarna komen kunnen opbloeien. Energie uit die persoon halen. Jij bent als het ware de beste jij. Mm -hmm. Er zijn heel veel mannen die bijvoorbeeld de relatie boven hun purpose stellen. En daardoor niet tot de volledige bloei van hun energie kunnen komen. En daardoor bijvoorbeeld aan andere dingen kwalijk nemen. Van ja, ik wou eigenlijk dit, maar dat mocht niet van hem of haar. Of ik wou dit. Waardoor je dus uiteindelijk. De hoeveelheid levensenergie die jij zou kunnen halen uit het vervullen van jouw purpose, die jou weer zou kunnen delen, mm -hmm. wordt uiteindelijk lager door daar niet achterna te gaan en bijvoorbeeld je relatie te pleasen of weet je wel, dat soort dingen ja. te doen. Ik vond het iets interessants om over na te denken. Want ik denk dat ik het daar eigenlijk wel mee eens ben. Zit het ook één. ik ben het compleet hiermee eens. Ja toch? Duizend procent. Maar dit is voor Zo veel mensen loopt. best wel moeilijk om, om toe te geven ook. Hè? Want de vraag... Ja, je geeft meer om je onderneming dan om mij. Die vraag heb ik wel eens gehad van, je, van mijn vriendin. En dat is totaal niet het geval. Ik bedoel, ik zou liever mijn bedrijf failliet laten gaan. Als ik moet kiezen tussen uh, mijn vriendin die, die dodelijk ziek wordt of mijn bedrijf failliet. Ja, laat dan maar vijf bedrijven failliet gaan. Hmm. Maar, dat gekke. ik blijf wel ondernemen. En ik blijf die purpose achterna gaan. Dus ik pak al die els op het gebied van mijn purpose wel om jou bij te staan. Maar die purpose die blijft wel altijd de prioriteit gewoon. Hetgene is, is dat het is op het moment dat verworden. jij je focus verliest, dus je hebt een bepaald doel en dat laat je los, verliest een vrouw ook de aantrekkelijkheid exact, in jou. Exact. En dan merk je dus, jij krijgt dus energie om datgene te volgen. Ja. Dat kan je delen. Als je ja. dat niet volgt, dan kun je dat niet delen. Maar dan merk je dat in je vrienden, dan merk je dat bij je vriendin, dan merk je dat in je familie. Ja. Qua, en ik weet niet wat dat is, een aura of een gesprek wat je Energie hebt. gewoon. Energie. Ja. Je merkt dan gewoon er is minder masculine energie. Je staat niet gewoon. in je energie. En dat is wat altijd gezegd dat wordt door die zweverige mensen... type. Precies. Als in maar de... dat is wel zo. Je voelt dat. Je voelt dat bij allemaal mensen. Ja, ja, ja. Als je in die flow zit, dan merk je wel eens bij jezelf, als je echt lekker in de flow ja. zit met werken. Ja. En Ik ben gewoon keihard, keihard aan het werk, maar je hebt alsnog super veel energie. Ja. Die periodes kennen we allemaal. Ja, man. En dan ook als je dan met je familie bent of met je vrienden. Mensen voelen dat. Weet je je komt iets misschien, gewoon binnen. Als je het een beetje visueel wil maken. Want dat is dat stuk. Dat is moving with purpose. Je merkt het wanneer iemand purpose. in het leven moved met purpose. Mm -hmm. Wanneer iemand in een gesprek. Je voelt aan iemand. die, die Deze persoon heeft een doel. Een doel. Ja, die ja. is daarna onderweg. En ja. dit hele gesprek heeft er misschien niks mee te maken. Maar ik voel dat deze persoon iets aan het doen is. Ja, ja, ja. En je kan dat voor, misschien vergelijken met als je bijvoorbeeld op Utrecht Centraal loopt. Je kan heel duidelijk het verschil zien tussen iemand. Die gewoon aan het wachten is op zijn trein en die duurt nog een uur, die loopt gewoon over Centraal. En iemand die weet: joh, ik moet om vijf over negen bij spoor vijf zijn, want anders mis ik mijn motherfucking trein en die trein moet ik hebben. Heel Nederland. Je ziet gelijk, nee, maar je ziet gelijk als je gewoon rondkijkt op Centraal, zie je gelijk: die moet wel hey, een trein ja. halen, die niet, die moet wel een trein halen. En die energie als het ware voel je ook bij mensen die. Eigenlijk als het ware een trein te halen hebben in hun doel. Snap je een beetje wat ik bedoel? Als ik ja, dat het zeg? is logisch, man. Als je met mensen praat, merk je al heel gauw, of het nou verbaal is of non-verbaal, wat, wat diegene wilt. En je merkt het ook als het cap is, als het leugens is. Dus je, soms heb je mensen die praten alsof ze allemaal purpose hebben, maar als je, je voelt het niet. Je denkt van deze gozer zegt veel, maar speelt hij echt heel klaar? Terwijl je soms ook mensen hebt die niks zeggen over het feit dat ze raar gaan. Dat ze echt gek bezig zijn. Yeah. En dan achteraf hoor je van, ja, die gozer, bro. Jullie weten wat hij allemaal doet, jongen. Die gozer gaat zo dik. Dat je echt denkt, ik voelde die shit ook wel. Van, mm -hmm. Ik merkte gewoon van, deze gozer heeft iets. Hij is ergens mee bezig. Nou, maar meer gewoon, inderdaad. Je zei net van, mensen, de energie van potentie. We hebben gezegd van, oké, okay, als je niet... Uh, je moet geen relatie nemen met de potentie wat je in iemand ziet... Maar gewoon om de persoon wie het is. Mm -hmm. Maar de persoon moet wel naar zijn potentie toe werken. Want als hij daarvan wegbeweegt, dan voel je dat. Dan merk je dat. Ja. Want de persoon, als hij niet naar zijn purpose toe leeft, is niet in zijn volle energie. Dus als twaalt. iemand niet in zijn volle energie is, dan merk je dat je minder energie krijgt van zo'n persoon. Schouders gaan een beetje hangen. Wel. Je kijkt misschien wat minder vrolijk. Ik, misschien iets meer wallen. Ik weet, het kan aan allemaal van die hele kleine cues liggen, denk ik, die je onbewust oppakt. Nou, ik zag laatst ook, wie, wie, wie was het nou? Ik weet het niet, man. Ah, een video van iemand, gewoon een best wel succesvol persoon, maar ook dikke wallen. Oh, van ja. uh, Jeff Bezos. Ja, In, uh, ja, ja. Een oude video dat hij ja. uh, nog een uh, post had gemaakt met Amazon. Ja, je ja, hebt. Precies. Dat ja, zo, zo, ja, zo blauw met Amazon lelijk. op een ja. witte muur. Het ja, ja, ziet er fucking lelijk, lelijk uit. Ja, ja. Maar ook dikke wallen. Maar je merkt gewoon aan hem de energie die die uitstraalt. En ik weet het niet, maar het doet je wel wat in die video. Hij heeft helemaal niks. In nee. die video heeft hij helemaal niks. Maar toch laat hij allemaal kleine details zien. En je merkt gewoon, ondanks die hij super druk is, hij ziet er niet uit. Zijn bedrijf was volgens anderen toen destijds crappy. Gaf hij wel die 100% energie. Ja. En dat kan je vergelijken met bijvoorbeeld iemand die super rijk is, maar geen doel heeft in zijn leven. Daaraan merk je van, mm, ja, ik weet niet, maar rich kids je kids, Wat ik ken ze is. niet echt, maar uh, ik krijg er weinig energie van. Dat zijn die zilveren lepelachtige typisch. Dus je denkt van, je hebt niks klaargespeeld in het leven, maar je hebt het gevoel dat alles gewoon op jou af moet komen. En Dat jou alles gewoon maar gegund is. Ik denk ook wel dat dat echt Amerikaans is trouwens. Want, Want jij, eerlijk, ken, nee, ken je de veel in mensen in, in je, je leven? Ook. In Nederland heb je dat ook. Echt wel. Echt wel. Ja, maar ik heb ja, gisteren tuurlijk, nog verhalen gehoord. Ja? Nou ja. Hij die niet genoemd zal worden, vind ik al een, uh, een subtiel voorbeeld van, ah, uh, okay, ja, ja, van ja, ja, iemand sorry. die... En niet extreme niveaus, maar iemand die... Hij heeft het duidelijk niet moeilijk gehad in zijn leven. En, en hij heeft geen idee waar hij naartoe moet. Hij weet gewoon alleen één ding. Ik hoor alles te krijgen wat ik wil. En uh, iedereen moet dat voor me regelen. Ja. Hij snapt het concept. Ik moet keihard strijden voor de dingen die ik wil. In plaats van ik moet verwachten dat ik ze krijg. Hij snapt dat concept niet. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Wil je en, uh, nog wat anders zeggen? Uh, ja wat ik dus want ik postte dit uh, deze week dus dat is echt alweer twee of drie weken geleden voor de mensen die er nu luisteren maar in de story een, een quote omdat hij me echt pakte van Rus hip hop artiest Rus die bij de podcast zat van Jay Shetty dat uh, on ik, uh, purpose ik weet wat de quote is en de quote is it's not about believing you will succeed It's about knowing, knowing you will succeed. En wat me daar echt aan pakte, want hij voegde toe: van, Kijk, heel veel mensen houden zich bezig met, ja, ik geloof dat ik miljonair ga worden. Je moet het 100% geloven. Je moet het 100% geloven. Maar geloven in iets is nog steeds het jezelf wijs maken dat je denkt dat het gaat gebeuren. Mm -hmm. Dus ik geloof in God, dan zeg jij van ik kies ervoor om te denken dat dat wel zo is. Mm -hmm. Terwijl ik geloof niet dat water nat is, ik weet dat water nat is. Snap je? Je gelooft dat niet. Je gelooft in God, maar je gelooft niet dat water nat is. Je weet dat water nat mm -hmm. is. En succes gaat niet om geloven. Succes gaat veel verder dan dat. Succes je gaat om weten. En wat jij zegt, Jeff Bezos net. Hij geloofde niet dat Amazon een succes ging worden. Hij wist dat mm -hmm. Amazon een succes ging worden. Mm -hmm. En dat vond ik een interessant, interessant verschil. En dat heeft ook in mijn affirmaties en de manier waarop ik denk over mijn eigen succes. Dan, ik geloof het niet. Ik weet het. Dus maar je het voelt ook gelijk. Oké. Okay. Even kort, je zegt het nu. Ik denk even na van oké okay, met mijn eigen bedrijf. Als ik die even die switch maak. Van alleen de, de zin van. Uh, beginnen met. Van geloof naar weten. Dan maak je wel veel. Oh, daar krijg je ook alweer energie van. Ja toch? Is ja, bizar toch? Dat is ja, toch? Raar, ja, ik had het ook. Maar ik ging erover ja, nadenken. Ik dacht van wow. Die, het doet iets met ja, me. Man. Als ik zeg maar niet van. Ik geloof dat ik miljonair ga worden. Ik weet. En dan dat denk je door van, van oké. Okay, stel nou als ik dit ook zo, maar zo overtuigend aan andere mensen kan. Uh, aan andere mensen kan overdragen op het moment dat ze vragen hoe gaat het met je business. Oh, waar ga je naartoe? Ja, ik weet dat het succesvol wordt. Exact. Ik geloof, nee, nee, fuck dat. Ik weet het. Juist. Dat is echt, echt heel anders, man. Het ja. gaat heel anders bewegen als je shit weet versus als je shit gelooft. Ja. En we weten veel. En ik, uh, bah, vond, dat dus echt, ik vond dat echt een dering harde quote, man. Ik weet niet, hij pakte me echt. Ik zat echt... Nog steeds. Je zat er diep in, hè? Je zat ja, er man. diep in. Ja. Ja, ja, ja. Lekker man. Hey, zullen we het een beetje gaan afsluiten? Ja, dat leek me een goed idee. Uh, ja, we hebben het uiteindelijk niet eens helemaal gehad over het hele afgelopen jaar, maar dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ik denk dat wij uh, bij de podcast altijd geweten hebben dat we er nooit meer gingen stoppen en dat het altijd meerwaarde ging hebben. En we hebben altijd geweten dat als er genoeg mensen dit tegenkomen, dat het dan vanzelf wel groter wordt. En dat is wat zich nu volgens mij langzaam toch echt wel begint te. Uh, ja, man, het begint gewoon zijn vruchten af te werpen. Ja. We zien het uh, langzaam uh, opkomen. Ja. En we zijn ook gewoon langzaam aan het bouwen. Ja, man. En het is mooi om te zien dat wij ook zien van oké, okay, we leveren gewoon uh, oh. veel, consistent. Omdat we het leuk vinden, het is onze passie. Ik blijf het zeggen bro, we zijn de meest consistente podcast van Nederland. Met de meeste omnipresent aanwezigheid als het gaat op social media. Als je dit ziet, gooi even een podcast in Nederland die consistenter is dan ons. Consistenter en meer aanwezig. Ja. Dus TikTok-clips, clips, clips oh, op YouTube, wow. clips op Instagram, clips op fucking Facebook. Ik zit niet eens op Facebook. Snap je? Ga mij alsjeblieft... Vertel mij één podcast die het consistenter doet dan wij. Die, die is er niet. Ja, ja. LinkedIn weet, moet nog wel komen, man. LinkedIn, dat, dat kan nog. Kijk, er zijn altijd dingen. Maar ik zie wel, dat is het voordeel. Er is nog geen podcast die dit beter doet dan wij. Er zijn wel podcasts die ook dingen doen op Instagram en misschien een stukje op YouTube. Mm. Maar die hebben geen TikTok. Mm. Of die doen het niet zo consistent als wij. Elk al fucking twee jaar lang. Elke... Luister, tegen de tijd dat je dit hoort... bestaat de podcast twee jaar. We zijn al twee jaar op deze grind. Is wel lang. Het voelt niet lang. Totaal niet. Ja, het is wel koud. lang. Maar het voelt denk... ook, eerlijk, maar eerlijk... het voelt voor mij ook toen wij de... Als nu denk aan twee jaar terug... dat we bij jouw pa in uh, <laughs> de kamer zaten... voelt het gewoon van... Dat was eigenlijk gewoon het begin, voor mij, voor het ondernemen. Ja, nou, dat dat goed gewoon... wel. Toen waren we net een beetje, uh, ja... Een beetje bij het praten. Ja. Wat zijn onze doelen voor 2030? Bla, 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 bla. Ja, man. Toen kwamen we net kijken. Toen had ik net mijn product dat ik dropshipte omgeturned naar een brand. Weet toen was ik nog ineens fulltime bezig. Toen was ik nog uh, drie kwart jaar bezig met sales. Ja. straatverkopen verkopen, doen lekker mensen stilhouden. Hey yo. Heb jij zin in een goed doel? Ja. Ja, man. Dus uh, nee, ik wil gewoon alle lotgenoten die dit nu luisteren, kijken. Wij. Uh, wij, wij willen ja, ze Ja, sorry. Man. Wij willen ze, sorry. Ja, precies. man. Wij, ja, wij willen jullie gewoon allemaal heel erg bedanken. Elke uh, individu die ons een DM heeft gestuurd. Die een comment heeft achtergelaten. Die iets geliked heeft. Die ons, die gesubscribed is. Die op Spotify op die volgen knop gedrukt heeft. Die het gedeeld heeft met zijn vrienden en vriendinnen. Ik wil gewoon al die mensen, wij willen gewoon al die mensen heel erg bedanken. <laughs> en zo uh, naar jullie, man. Het is echt wel, het is wel... Tof om te zien hoe het ja. de laatste twee jaar is gegaan, man. Alleen het is heel grappig, omdat het heel geleidelijk gaat, voelt het... Het voelt niet als veel. als een van het voelt, ik, ik ben heel dankbaar voor alles wat er is. Wij zijn heel dankbaar voor alles wat er is. Maar het is niet alsof... We zijn niet ineens viraal gegaan, zeg maar. We zijn niet van nul naar dit gegaan. In, dus we zijn twee jaar lang heel stabiel bouwen bouwen, 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 bouwen. En het gaat wel steeds sneller. Het gekke is wel... Bijvoorbeeld, we hadden op een gegeven moment uh, 70 luisteraars ja. uh, in een week. Toen kregen we opeen, op een gegeven moment 70 luisteraars op een dag. Ja. En toen gingen we opeens naar 150 luisteraars of 140 luisteraars op een dag. Ja, Weet je wel? Dus je ziet wel dat de... ja. het... Hey, het, gaat, het gaat steeds sneller. Het gaat steeds, het gaat steeds harder. Steeds harder. Ja, man. Die conversie blijft groeien. Of conversie die... Uh... Ja, gewoon, het is gewoon... Dat, dat, per... nou, dat, percentage. Percentage, dat percentage blijft gelijk. Alleen we hebben gewoon zware compounding interest. Compound. Let op je aandelen. <laughs> ja, nee, uh, super bedankt. Zoals we al vaker gezegd hebben, aankomend jaar wordt alleen maar lijper. Uh, beeldkwaliteit wordt beter, de kwaliteit van gasten wordt beter. We gaan waarschijnlijk ook nog wel met wat designers zitten om al onze presence op social media en zo nog wat up te graden. Um, ja, je gaat ons gewoon zien veranderen van een, een two-man army naar een fucking mediabedrijf. Met alle impact die we daarmee gaan hebben op uh, heel fucking ondernemend Nederland. En eigenlijk, ik zeg heel eerlijk, op, op meer dan alleen ondernemend Nederland. Op Nederland en België aan gewoon. En, en belangrijk, we, en we geloven dit niet. We, we weten, weten het. het. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze aflevering. Nog steeds een heel erg gelukkig nieuwjaar. Zorg dat jij dit jaar al je doelen gaat crushen. Drink whisky. Neem een lekker whisky. Um, dan zeggen we altijd nog één ding. En dat is: met deze dat dus, vergeet niet te abonneren en vijf sterren achter het laatste op Spotify. Oh, yeah. <laughs> oh, en de fucking en? Telegram: 100 man, en dan is het, of 100 man en vrouw. En dan is het klaar. <laughs> vrouw, vrouw. 100 man en vrouw. Oké. Okay. Dan, uh, dan is het klaar. Dus als je, je daarbij wil zijn, zorg dat je erbij oh. bent. En dan zeggen we altijd nog één ding: en dat is. Fakgoeroes. Wij Dank zijn wel. Dank voor het kijken bam. en bam. luisteren. En tot Later. later.